Welkom bij de allereerste Cup of Tea van 2016. Ja. We hebben twee gasten in deze uitzending. Ja, en natuurlijk ook heel veel champagne. Ja, dit is Cup of Tea. We drinken Cup of Tea. Wij proosten op dit nieuwe jaar alvast. Ja. Jij bent alvast zeker. Aan het openmaken. Ik ga de champagne even openen. Oh, dat is zo eng. Oké, het ging goed. Ik schrok me dood. Nou, ik heb mijn buikje wel heel erg rondgegeten in de afgelopen dagen. Of ja. Feestdagen eigenlijk. Ja, ik ook. Maar jij zelfs ook bij Versus. Ja, dat ook nog eens. Dus je kunt me echt rollen. Onderhand. Het was wel culinair deze ja, keer, toch? Ja, zeker. Nou, we gaan ook even proosten. Dat hoort erbij natuurlijk. Ja, tuurlijk. Cheers. Proost op het nieuwe jaar. Zeker. Nou, we moeten altijd even drinken, hè, na het proosten. En dan gaan we nu door naar Versus. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Versus. De vorige keer heb jij gewonnen met kaarten. Ja, dat klopt. De twee keer daarvoor bowlen en schietwisten was ik. Heb ik gewonnen. Jazeker. En jij de allereerste keer met pannenkoekenbakken. Pannenkoekenbakken had ik ook gewonnen. Ja, dus het staat nu 2-2. We zijn aangekomen bij de horecagelegenheid waar we onze nieuwe opdracht gaan uitvoeren. Wat het is weten we nog niet, maar we gaan er wel naar binnen. Dit is Maartje, de bedrijfsleider van het Eetcafé waar we vandaag de opdracht gaan uitvoeren. Hi Maartje. Hoi. Kun je wat meer vertellen over het restaurant? Ja, zeker. Wij hebben twee concepten onder één dak hier. Het ene concept is een eetcafé en we hebben een tapasrestaurant waar we onbeperkt tapasconcept serveren. Ja, heel erg leuk. Hebben jullie ook acties door de week en in het weekend misschien? Wij hebben een borrelactie waarbij op donderdag tot en met zaterdag van 9 tot 11 alle cocktails voor €3,75 worden aangeboden. En we gaan binnenkort ook een speciaal bierenactie lanceren. Ja. Ja, erg leuk. Nou, bedankt Maartje. En we gaan beginnen met de opdracht, denk ik. Succes. Dankjewel. Nou, even zitten we. Ja. Ik ben benieuwd wat de opdracht is. Ja, ik ook. Laten we gewoon snel gaan kijken. Wil jij hem voor? Ja. Beste Eva en Lisanne, vandaag krijgen jullie een smakelijke opdracht. Had ik al wel verwacht. Ja, ik nog niet hoor, maar ik vind het wel heel lekker. Jullie gaan strijden tegen elkaar. Raad zoveel mogelijk gerechten. Na iedere ronde noteer je wat je denkt dat het is. En denk erom, jullie staan gelijk. Succes, dames. Nou, dank u wel. Dank u wel. Wanneer mogen we eten? Nu. Oh, het ruikt. Stop. Oh, ik weet het niet. Mag ik opschrijven? Ik denk dat het sowieso salade was en ik denk huzaren salade. Ik dacht huzaren salade. Oh god, ik heb het vast voor iemand. Heb je een beetje handen? Weet je wat het is? Weet je wat het is? Wat dat? Oh. Ik heb dus met nummer 2 opgeschreven met dadels. Ja, het tweede gerecht is ik meteen. Dat zijn dadels. Hoe moet ik dit eten? Zo oh my god, ik weet dat het is, maar ik durf het niet te pakken. Oh nee, dat wil ik niet, denk ik. Het zijn geen maden of zo, toch? Ik denk dat het van die mini-visjes zijn of zo. Die je ook wel eens krijgt, ja, gewoon van die bijgerechtjes en zo. Het rook ook heel erg naar de zee, dus ik dacht het zal wel vis zijn of zo. En toen ik het proefde, toen dacht ik wel, dat is anchovies. We gaan eens weg met die arm. Ik weet het niet. Oh, is dit? Oh, dit is lekker denk ik. Het is heel raar, maar ik ben alles ook aan het voelen. Het smaakt een beetje aan splitijsjes, dus ik denk. Een citroen-gelatine taartje. Het voelde een beetje als. Het voelde koud en glad als pudding. Dus ik heb maar opgeschreven sinaasappelpudding. Wat doe jij? Eva, wat doe jij? Ja, oké, hier. Ga niet vallen. Ja, ja. Hier is het alsjeblieft. Je hebt niks. Ja, hij staat daar wel ergens. Zoek hem gewoon. Ik heb hem. Oké. Okay. Oeh, heel pittig. Oh! Hebben we water? Kan iemand alsjeblieft. Hallo? Ja, hij was echt heel heet, dus ik heb hem eerst even een slok. Ik denk dat het zo'n gegrilde paprika is.
met een hete peper erbij. Volgens mij is de juiste benaming jalapenos. Zullen we de uitslag maar eens kijken? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Komt-ie. Ik heb gewonnen. Jij wint. Goed nieuws. Ja? 3-2 dus. Yes. Ja. Gaat de goede kant op. Ja. Goed gespeeld wel. Ik vond het leuk om te doen. Ik ook erg leuk. Ja. Ik vond het echt heel erg leuk. En ik feliciteer jou. Dankjewel. Maar hoe wist je dat van die jalapeno's? Jalapeno's. Ja, ik bestel dus altijd pizza op pepperoni. Dat vind ik heel lekker. Alleen er zitten dus altijd die pepertjes op. Oh, ja. En ik heb het dus een keer gevraagd, want ik vond het zo heet. Mijn mond stond echt in de fik. Zodat ik het dus daarna kon zeggen altijd dat ik het er niet op wilde. Nou, gelukkig dus heb zo weet ik het. Nou, gelukkig heb je daarmee gewonnen. Ja, gelukkig. Ja. Wat nog meer kan fikken is vet. En daarvoor hebben we Robert uitgenodigd. Robert, welkom in de studio. Dank je. Ja, voor alle fit Dutchies die lekker slank de zomer van 2016 in willen. Robert Reiner van Body Performance, inderdaad. En jij gaat ons wat meer vertellen over hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dan ga ik je wel helpen, ja. Dat is de bedoeling. Oké, wat is nou de ultieme tip die je mensen wil geven die 2016 fit willen beginnen? Ik denk een korte termijn doelstelling die realistisch is. Heel erg belangrijk dat je geen waanideeën in je hoofd hebt, dat je daar aan kan beginnen. Mm-hmm. Dat realistisch moet zijn en ik vind op een gezonde manier een gezonde weg, een gezond plan uitstippelen. Dus geen, ik ben geen voorstander, nee, geen voorstander van raar ongezonde crash dieet of iets dergelijks. Ja. Dus iets realistisch, korte termijn doelstelling, zodat je op korte termijn al een succesmomentje kan ervaren. Dat is goed voor de motivatie. En rentabel op zijn tijd. Ja, zeker. Het moet ook gezond zijn, zeker weten. Ja. En ja. Wat is nou eigenlijk de meest voorkomende fout die de meeste mensen maken op het gebied van sport en trainen? Ik denk heel fanatiek starten, bijvoorbeeld 4-5 keer in de week uit je dak gaan in de sportschool. En is dat niet goed? Nou, ik denk dat die motivatie van 0 naar 5 heel moeilijk vasthouden is. Mm-hmm. Dus je kunt beter iets rustiger instappen. Dus ik heb liever dat de mensen waar ik mee train, dat ze bijvoorbeeld 2 keer in de week continuïteit erin brengen. Een hele lange periode dan in 1 week 5 keer en dan weer een periode niet. Ja, een beetje opbouwen. Ja, het moet goed in je week passen. Ja. En het moet niet te geforceerd gaan. Het moet zo natuurlijk mogelijk gaan. Ja, want je bent personal trainer. Maar hoe hou je die mensen nou echt gemotiveerd? Nou, ik heb continu contact met mensen waarmee ik sport. Zowel zakelijk als privé. Ik ben met veel mensen aan het appen en in contact. Ik probeer een vriendschappelijke relatie te creëren. Waardoor ik mensen gewoon, denk ik, graag bij ons over de vloer krijg. Ja, dat vind ik wel fijn, ja. Dan luistert ze ook naar je, denk ik. Ja, het is niet alleen een uurtje trainen, maar ik probeer er altijd te zijn voor iedereen. Oké. Je kunt mij altijd bereiken. Nou, top. Ja. En een belangrijke vraag natuurlijk. Zou je een paar van die oefeningen willen voordoen? Kunnen we zeker doen. En dan mag jij meedoen, want jij hebt te veel gegeten. Nou, ik heb zeker te veel gegeten die afgelopen weken. Nou, we gaan dan voor drie. Dat gaan doen. We gaan voor 3 simpele oefeningen. Nou. We gaan voor 3 simpele oefeningen die je thuis kan doen. Normaal gesproken doe je alles 12 herhalingen. We houden het nu bij 4 herhalingen. We gaan beginnen met de squat. Oké. Oeh, de squat. Schouderbreedte gaan we diep door de benen zakken. En de druk is op de hak. En de borst vooruit. Oké. Even het shirtje goed. En diep naar beneden en je ademt uit als je naar boven gaat. En de hakken blijven aan de grond. Je knieën blijven dan. 4 keer zou je? Ja. Billen ver naar achteren. Daar haal je thuis 12 tot 20 herhalingen ongeveer. Oké. En goed opgelet. We gaan naar de twist. Want dit was het onderlichaam, benen, billen. Dan gaan we voor de twist. Zal buik, ik hier onderrug. Even dan. Ja, perfect. Zeg maar. Je mag dadelijk op de billen steunen, voeten van de grond. En dan links en rechts draaien. Grote beweging. Van de grond? Ja, een grote beweging maken. Als je deze oefening normaal op de grond doet, dan mag je de hak eventueel op de grond plaatsen. Oh, zo, ja. Maar ja. Dit is om het zwaar te maken. Okay. Maak een grote extra beweging. Zwaar. Wil je een hapje? Keer of keer. Ja, de ballen bij. Okay. Kan je eventueel wat weerstand doen in de handen. Oh ja. We gaan een push-up maken. Oh. Mag je handen hier op de verhoging zetten? Oeh. Spierballen van Eva. Ja, nu ga je ze zien. Dan mag je diep door de armen zakken. Diepste punt opzoeken. En dan doe je uit. Uitademen als je naar boven gaat. Je buik ontspannen als je eigenlijk als een plank beweegt. Als je helemaal recht bent. Geen beweging in het middel. Als ik het goed. Een keer of 12. Ja, kun je doen op de verhoging. Dan kun je doen op de verhoging zoals je nu doet. Ja. Kan nog hoger. Maar als je hem vlak maakt op de grond wordt het zwaarder. Ja, okay. Dus voor je bovenlichaam, twist voor het midden. Squat is voor onder. Ja, heel erg bedankt. Je ziet er meteen strakker uit. Ja, ik voel me ook een stuk strakker. Heeft vlucht afgeworpen. Nee, precies. Ik ga weer zitten. Ja, nou Eva, ik ben trots op je meid. Dankjewel. Jij kan 2016 fit beginnen. Ja, ik denk het ook. Hey, Robert, heel erg bedankt voor je tijd dat jullie er zijn. Eva heeft er denk ik heel veel aan gehad. Ik denk het ook, ja.
En dan gaan we nu door naar Jaap. Die heeft heel leuke filmpjes voor ons meegenomen. En jij bent ook de personal trainer van Jaap. Ja, ik train met Jaap. Ja, heel leuk. Maar het is een hele speciale dag vandaag, want het is Jaap's allerlaatste aflevering. Ja, ik had het begrepen. Dus nou Jaap, vertel het eens. We gaan even naar Jaap kijken. Yes. Klopt inderdaad, dames. Dit is mijn laatste aflevering, jammer genoeg. Oh. Ja. Zonde, hè? Nou, Robert, hartstikke bedankt. En ik zie je maandag. Je gaat maandag weer tegenaan dan? Ik ga er maandag weer tegenaan, ja. In de sportschool? In de sportschool. Was dat ook jouw goede voornemen voor dit jaar? Ja, eigenlijk dat is dat wel mijn goede voornemen, ja. Daar ga ik dit jaar vooral mee aan de slag. Ja. Dat heb ik voor mezelf besloten. Goed bezig, joh. Nou, ik heb deze week weer twee leuke filmpjes voor jullie meegenomen. De eerste gaat over een man die ook hele goede voornemens heeft gemaakt, maar die nog niet helemaal snapt hoe precies in de sportschool werkt. Gaan we even naar kijken. Ik ben benieuwd. Nee, hij snapt het inderdaad niet hoe hij op dat ding moet staan. Ja, ik vind het nog knap eigenlijk. Ja, nou, het is inderdaad dat zo kan. Moeilijker dan de normale manier om op dat ding te staan. Zijn jullie dansend het nieuwe jaar ingegaan eigenlijk? Ja, zeker. Ja. De dame van het volgende filmpje doet nog even dunnetjes over. Oké. Okay. Oh. Dit kan echt niet zijn van ons. Ik weet niet, maar als je nou op je kop zit, kan het niet. Volgens mij is het wel echt een goede nul, want het klinkt ook wel alsof het echt een opname is. Zie jullie er nog niet naar? Nou, die gaat wel hard op dakje, jeetje. Beter als al die andere Simons. Je herleeft je jeugd weer helemaal. Met de ouders kan ik al eens hebben, hè? Dat is wel verpand door dan. Stel eens wat je het. Misschien wel zijn lievelings-DJ. Ja, dat waren ze weer voor deze aflevering, dames. Dankjewel, Jaap. Wat jammer dat je weggaat. Ja, zonde, maar ik zal vast af en toe wel een keer komen kijken hoe jullie dit doen. Tuurlijk. Ja, jammer. Hey, Emma, jij bent met backstage naar de grote trots van Tilburg geweest, toch? Ja, ja. Helaas heb ik geen balletje mogen trappen. Ja, maar, nee, Willem II, ik ben heel benieuwd. Ja. Rondleiding gekregen ook, toch? Ja, van de enige echte Dree, die is al 40 jaar bij Willem II. Oké, nou laten we even gaan kijken. Ja. We gaan vandaag backstage bij de grootste trots van Tilburg, Willem II. Hier in de persruimte van Willem II en Dree die gaat ons een rondleiding geven vandaag. Dree, hoe lang ben je al betrokken bij Willem II? In zijn totaliteit gaat het toch richting 40 jaar. Ja. En waar ben je mee begonnen? Ik ben begonnen met dat ik vanuit mijn scheidsrechtscarrière hier wedstrijden floot. Van daaruit heel veel wedstrijden begeleid van Willem II. Met name de internationale toernooien voor scheidsrechters gezorgd. Ja, en verder is, heb ik sinds 7, 8 jaar hier het rondleiden weer opgestart. En dat draait geweldig momenteel. Dus u weet alle geheimen van Willem II en die gaan we dadelijk zien? Er zullen best geheimen zijn die ik nog niet weet, maar de meeste weet ik al wel. Ja, dat klopt wel. Nou, laten we beginnen. Dit waren gewoon de eerste teams allemaal? Dit waren de eerste teams, ja. Dat waren de eerste teams van weer. Ja, het was een gelegenheidselftallen waren dat. Hè. Dit was Pieter Vissers, ook jarenlang
trainer geweest van Willem II. Er waren twee uiterste verschillen. Dit was de rust zelf en dit was een drukke man op het veld. Dus, ja. Was heel druk, maar een hele goede trainer. En dit, 1999-2000, hadden we hier Co Adriaanse als trainer. Hij heeft wel een bekend gezicht. En Co Adriaanse heeft gezorgd dat we dus in 1999-2000 Champions League gevoetbald hebben. Oh. Een geweldige happening. Toen moet ik eerlijk zeggen, was het ook laat geworden s'avonds. Ja. Je kon geen rondleiding meer geven de volgende dag? Niet goed, nee. Ja, kijk eens. Oh, ja. Shirts die hier in de gang hangen zijn allemaal shirts die geschonken zijn door oud-spelers van Willem II. Dit is dus een dompelbad, het is ook maar 42 centimeter diep. Is dat koud, toch? Nee, het water is altijd 37 graden. Lekker. Ja. Heerlijk. En wanneer het dus buiten echt heel erg koud is geweest, dan willen ze hier wel eens even lekker bij komen. Het is ook zo dat je dus onder water massage, dat is altijd prettiger als dat je dus op een droge massagebank moet gaan liggen. Want ze worden gewoon in het water gemasseerd ook nog eens. Ja. Iedere speler heeft zijn eigen kastje. Oh jeetje, met foto. Met foto, ja. Dat is alleen maar, is alleen maar leuk natuurlijk. En daar is, dat is de bedoeling dat hij daar dus zijn belangrijke spullen in legt. Ja. Wanneer hier een wedstrijd is, dan ligt er voor aanvang van de wedstrijd op ieder kastje ligt de kleding klaar die hij aan moet in die wedstrijd. Het enige wat ze zelf moeten doen is hun schoenen poetsen en de rest wordt allemaal geregeld. De kleedkamer van de tegenstander, er staan twee massagetafels in. That's it. En verder verzorgt daar Willem II niets aan. Er is een afspraak gemaakt. Ze zorgen zelf alles voor hun eigen spullen. Dan blijven ze hier altijd staan. Nou, en dan staat daar iemand van de van Willem II. En op het moment dat de kolonnen hierin aan gang gaan, dan gaan we dus of het clublied erin zetten of zetten muziek wat hard en zo. Dus dat is alleen maar om het publiek een beetje warm te krijgen voor het gebeuren. Ja? En dan lopen we het veld op. En dan. Onze Kingside, de jongens en meisjes en volwassenen die voor de sfeer in het stadion zorgen. Ik wil daar de anderen niet mee tekort doen, maar de echte sfeer komt uit dit vak. Zijn dit de enige mensen die echt zingen? Ja, als men in de winning moet is en men scoort veel en men wint de wedstrijden, dan zingt bijna iedereen hier in dit stadion. Alles wat je nodig hebt, kan verzorgd worden. Bijvoorbeeld als je een orkest nodig hebt met een man of 10, 12, dat kan. Heb je een disco nodig, dat kan ook. Alles is mogelijk. In deze zaal? In deze zaal. Dit is dus van een van de 17 skyboxen die Willem II heeft. En deze is dus van Snijders Advocaat en Joren Advocaten. Nou, ook weer hetzelfde verhaal. Nodig hun partners uit en kijk hier naar het voetbal. Bij iedere skybox zitten 12 stoelen bij. Dus de mensen kunnen heerlijk op de gemak naar het voetballen. In iedere skybox zit ook een tv in. En alles wat op het veld gebeurt, kunnen ze in de skybox zien. Hartstikke bedankt voor de rondleiding. Oké, graag gedaan. Tot je dienst. En ik hoop dat jullie er echt iets moois van kunt maken. En we hebben alles laten zien wat we in huis hebben. Dus vandaar heel veel succes in jullie verdere carrière als Omroep Tilburg. Dankjewel. Okay, en jullie heel veel succes met de wedstrijd natuurlijk. We gaan nog voor x aantal punten voordat we de winterslaap ingaan. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Backstage.
dat was een hele gezellige dag. En dan gaan we nu naar Eva met de uitagenda. Ja, ik heb mijn glaasje even meegenomen, maar die zat ik even aan de kant. Nou, ook voor januari hebben we weer leuke activiteiten voor jullie op een rijtje gezet. In de Beekse Bergen kun je tot en met 17 januari gaan genieten van Africa by Night. Een uniek winterevenement met tientallen lichtobjecten, afgewisseld met Afrikaans entertainment. Lekker eten en een uniek kijkje in de dierenverblijven door middel van virtual reality. Africa by Night vindt elke dag plaats van 5 tot 9 uur in het safaripark de Beekse Bergen en kaarten kosten 15 euro. In Theater Stilburg staat vrijdag 8 januari het Zuidelijk Toneel met de Waterdragers. In deze voorstelling staat de ambtenaar in de spotlight. Nou, wat zijn de onzichtbare krachten, zijn drijfveren, zijn frustratie en zijn humor? Voor één keer worden de waterdragers van de stad in de spotlight gezet. De overheid is een complexe en geheimzinnige wereld. Een wereld die jij vrijdag 8 januari kunt gaan zien. Kaarten kosten 18 euro en voor jongeren tot en met 25 jaar zelfs maar 8,50 euro. Op zaterdag 16 januari keert Flirt voor de tweede keer terug naar Tilburg bij Club Smederij. Daar kun je vanaf 11 uur kennis maken met de Flirt Experience. Unieke ervaringen waarmee je de hele nacht wordt verrast. De komende editie staat in het teken van Sweet 16. Een uniek open-minded gayfeest en tickets kosten 12 euro aan de deur. Nou, op zaterdag 23 januari kun je in de 013 gaan swingen op het leukste feestje van Nederland, namelijk Singlefeestje. Het populaire concept komt naar Tilburg en zal de Jupilarzaal aandoen. Pak jouw single uit de bakken en geef hem af bij de DJ. En zo makkelijk is het eigenlijk. En daarna kun je gewoon losgaan op je eigen hitje. Kaarten kosten 10 euro, exclusief servicekosten. Ja, en dan gaan we nu naar diep in het glaasje, want Edith is weer op stap in Tilburg. Afro-kapsels, discoballen en glitters. Vanavond gaan we naar Disco Snolly. Welkom bij Diep in het Glaasje. Zo meiden, wat zijn jullie vanavond aan het doen hier zo? Disco Snolly. Disco Snolly, en wat houdt het precies in? Het houdt in een discofeestje bij de Keul, toch? Ja. Zeg ik het goed? Ja, en wij doen een beetje proppen, net als op Costa, weet je wel, die film. Ja. Iedereen naar binnen trekken, zodat het lekker druk is binnen. Ja, en wie heeft jullie mooie pakjes uitgekozen? Nou, oh, ja. Ja, die heeft iemand gemaakt, maar zijn naam, geen dat idee. Wat als jullie een andere geslacht zouden zijn? Wat zouden jullie dan doen? Zo. Als we van een andere geslacht uit zijn. Ook lekker bij het dansen. Nee. Zou ik heel de tijd aan mezelf zitten? Denk ik. De hele avond? Ja. Nou, dan zou ik nog meer losgaan op deze disco-muziek, denk ik. Ja? Ja. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, kijk, als jongen schaam je daar misschien toch een beetje voor. Hè? Jij zou je ziek melden van je stage en je zou vervolgens de hele dag, zeg maar... Ik zou er wel even van genieten, denk ik. Ja, denk ik. Ik ken je langer dan vandaag. Nou, dan zou ik in ieder geval de hele dag aan mijn piemel zitten. Ja. Want... Ja, dat zit er gewoon tussen. Ja. Nou ja, dat zou ik ook doen, want ik ben heel erg benieuwd hoe het zou zijn om een piemel te hebben. Dit heb ik nooit meegemaakt, maar dat zou me echt super lijken. Ja. En niet per se op seksueel gebied, maar überhaupt. Het lijkt me heel vervelend zitten in je broek. Je moet het ding de hele tijd goed leggen. Ja. Het hangt alle kanten op. Het is heel vervelend. Ja. Eén voordeel, je kan echt overal plassen waar je wil. Je kent op de kermis, heb je van die spiegelhallen. Ja? Ik zou daar heel dag in rondlopen. En naakt. Ja, sowieso. Nee, wel een mooi lingerie setje. Hoe zou je dat lopen? Oh ja! Ja, loop even! Ja! Oh ja! Zo, dat is een goede vraag. Dan zou ik denken, ja, ik zou denken... Ja, doe maar. Ik moet eerst even weten waar het uitgezonden wordt. Over Tilburg, oké. Okay. Nee, dan zou ik gewoon een beetje shoppen bij de Zara en zo. Gewoon heel braaf, heel degelijk. Wat gaan jullie niet meer doen in 2016? Wat ga ik niet meer doen in 2016? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik minder vaak ga denken, dat had ik niet moeten doen. Ik wil wel een beetje minder alcohol drinken misschien. Ja, lul niet. Maar nee, maar goed. Door de week overslaan en weer feestjes. Dan. Ja hoor, vanavond. Oh, ik ga vroeg naar bed. Maar nee hoor. Dat staat weer in de kroeg. Naaktfoto's op Snapchat. Kan dat? Nee.
Nee? Kan. Het kan officieel wel. Alleen ik zou... Nee, ik ken de regels van een naaktfoto. Oké, vertel. Altijd zorgen dat niks bekend gewoon van je interieur op de foto is. Ja. Of een moedervlek of zo. Van ja, als je nou een moedervlek in de vorm van Afrika hebt, moet je geen foto nemen van je penis. En altijd, nooit je gezicht. En van bovenaf en dan in deze hoek zo. Want dan, ja, dan is het gewoon zo. Dan is het lijkt je groter. Okay. Wil je ook niet een vraag beantwoorden? Nee. Een spelletje spelen? Nee. Een biertje drinken met mij? Ja. Oh, dat wel. Ja. Wij gaan nog even verder kroeven. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Diep in het Glaasje. Nou, dat was weer een onwijs leuke aflevering van Diep in het Glaasje. En bij ons in de studio is Chilton Galimo, hiphopdanser van de D-Crew. Staat op je shirt ook. Welkom in de studio. Dankjewel. En wat ga jij nou niet meer doen in 2016? Goeie vraag. Ik ga beginnen met minder geld uitgeven aan nutteloze dingen. Ja, dat goed vind ik goed voornemen. Ja, toch? Kan ik ook kunnen we allemaal van leren. Van leren. Ja. Ja, ik denk dat ik daarmee ga beginnen. Ja. En hoe ben je eigenlijk begonnen met dansen? Eigenlijk heel raar. Eerst was ik een voetballer, 11 jaar lang. En toen was er een buurthuis in de buurt, was er een open dag, hadden ze een danszaaltje. En daar gingen we met een paar jongens een beetje zeg maar rotzooien. En toen was het van, ja, jullie kunnen deze zaal huren als je wilt. Het is toch beschikbaar. Ik dacht van, ja, waarom niet? Dus iedere donderdag zijn we daar gaan oefenen. Gewoon jongens van de straat, een beetje gezellig hangen. En ik maakte altijd video's, vonden we leuk. Mensen zagen dat. Het was van, ja, ben je niet bij een dansteam? Oké, prima. Dus van het een kwam het ander eigenlijk. Ja, zit je nog steeds in dat dansteam? Dat team waar ik toen in kwam niet meer. Maar ik ben daarna overstap naar D-Crew. En dat is eigenlijk al dus sinds 2010 zit ik daarin. Dus, dat is wel even, ja. Dat is al een tijdje, ja. En ben je voornamelijk solo danser of in je crew? Op dit moment echt allebei, echt 50-50. Ik ben begonnen dus als solist en daarna heel snel dus verder gaan met crews. Maar ik doe op dit moment echt gewoon de helft van mijn tijd in het een, de helft van mijn tijd in het andere. Dus echt 50-50. Oké. Mm-hmm. Nou, weet je wat ik me nou altijd afvraag bij dansers? Dat is misschien een beetje een gekke vraag hoor. Maar als je even op straat loopt met je koptelefoon op, weet je wel, je hebt hele lekkere muziek op staan. Uh-huh. Heb je dan wel eens ooit de neiging van, ja, nu ga ik gewoon dansen, maakt me niet uit, ik ga gewoon hier ter plekke dansen? Ja. Ja? Dat gebeurt wel. Doe je dat dan ook? Heel vaak, eigenlijk op het meeste moment wanneer je dat doet, is bij een bushalte. Of op het station. Ja. Als je op de trein staat te wachten, dan ga je echt gewoon vervelen. Ja. Komt net je favoriete lied op en dan sta je wel eens te dansen. En de mensen beginnen je raar aan te kijken, maar dat moet je maar van je afschudden. Ja, nee, zeg maar. Precies. Tof. Dus, Goeie ding doen. Nou, en dat ga je nu ook doen? Ik denk het wel. Ik heb heel veel succes. Ja, dankjewel. Ik ben benieuwd. Ik ook. Succes.
Nou, iedereen komt erbij. De hoofdredactrice, alle cameramensen. Als dit geen spannend begint,